Lodi Fink en Magda Spek uit Delft. Lodi, Magda. Lodi, mag allebei flexen. Oh, Lodi is het. Oh, Lodi staat erachter en Magda zit ervoor. Oké, Dat wordt een dubbel gesprek. Maar Lodi, ga anders even naast Magda staan als je hier ertussen, want ik kom helemaal verkeerd uit met Mini. Ga maar een beetje zo ernaast, dan gaat hij maar. Ja, precies. Mini, keer daar achterlangs met dat ding. Ja. Ja, oké, hartstikke goed. Lodi, jij hebt een vraag. Voor wie heb jij een vraag? Voor u. Oh, voor mij? Je hoeft geen u te... Ja, wel, doe maar u. Ja. Maar... Wat is je vraag, schat? Nou, ik wil samen met mijn vriend Dennis... Oh, dus, ja, oké, we hebben een homo aan de haak. Hartstikke leuk. Geef helemaal niks, hoor. Je ziet het ook wel, hoor. Je ziet het wel, ja. Waar stel je vraag? Nou, wij willen graag een kindje. Och. Ook alweer. Ja, ik ook. Nou, kunnen zij misschien helpen. Zij kunnen helpen. Goeie timing wel. Ja, ik heb daar al 3 man van de kraamzorg. Die staan te springen op een leuke bevalling. Echt waar. Maar ga verder. Jullie willen graag een kindje, ja. Ja, nou, we zijn al een heel eind op weg. Ja. Maar we hebben nog een beetje financiële middelen nodig. Oh. En dan vraag jij mijn geld. Ik mag ook van hier. Maar ik snap niet wat die mevrouw daarnaast. Is je zus? Ik zou dan overgrootoma worden. Ben jij de oma van dat hem? Dat ga ik misschien worden. Meid, wat zie jij er van een afstand goed uit? Eerlijk waar. Echt waar. Maar jullie willen. Maar waarom moet je geld hebben dan? Ik bedoel, als heel Nederland geld gaat bieden als ze kind willen, dan is het einde zoek. Nou, wij hebben een draagmoeder. Ja. En we hebben een eiceldonor nodig. Maar omdat dat niet goed geregeld is in Nederland. Ja, moeten wij naar het buitenland. Hmm. Oh, maar je wil een bioloog, gewoon een kind van je eigen. Ja. En wie gaat zijn zaad dan geven? Nou ja, we hebben het tot nu toe allebei gedaan. Oh, hè? Jullie hebben het allebei gedaan? Maar... Jullie hebben zeg maar allebei het witte goud gedoneerd. En wat is daar dan... Maar van wie wordt dan uiteindelijk het kind? Doe je het in een potje en dan wordt het... Met z'n mee misschien. Ja, maar dat is niet goed. Ik heb misschien 4 armen, 2 hoofden. Je weet het niet. Nou, dat moeten we nog afwachten. Dat moet je nog afwachten. Maar het is dus hartstikke duur. En jullie zouden geld nodig hebben. Ja, we hebben een crowdfunding op wenspapa.nl. Ja, sorry, maar dat ken ik. Oh, je hebt een crowdfunding ook? Nee, ik zou zeggen, gewoon naar China. Daar kiepen ze voor een boekenbon zo dat kind uit te wagen. Echt waar. Nee hoor, dat gaan we allemaal te ver. Ik zou zeggen, veel succes. Nou, bedankt voor je vraag en succes ermee hoor. Wel hartstikke leuk natuurlijk. Nou.